Veling, Verbeek, Vriesekoop, Wermer, tegen. Wiegel, tegen. Wiegel, Wultgens, Van de Zandschulp, Zijlstra, Zwerver. Dat vind je fantastisch? Ja, dat toch vol. De enige. Batenburg. De Boer. Boersma. Tegen. Braks. Dat 49 leden zich voor het voorstel hebben uitgesproken en 26 daartegen. Zodat niet de vereiste tweede meerderheid is behaald en het voorstel is verworpen. Ja. Laten we even teruggaan hier naar tafel. Wat betekent dat nu? Want er is nu duidelijk geworden dat... Kijk maar zitten, Wiegel. Een van de VVD-senatoren, te weten Wiegel, tegen... Ja, dat is enorm. De nacht van Wiegel. Het is ongelooflijk. Ja. Waarom is het ongelooflijk? Waarom is dit ongelooflijk? Nou, dat iemand die zo'n belangrijke rol in de VVD heeft gespeeld... en wellicht dat ook nog wil spelen, hè, want Wiegel moet je niet uitvlakken. Die heeft wellicht ook nog ideeën om minister-president te worden. Dat die man onder deze gigantische druk, waarbij al die anderen omgaan... Ja, dat toch volhoudt. Ik moet zeggen, ik had het niet van hem verwacht. We gaan even naar Frits Wester, onze de RTL 4 nieuws specialist van het Binnenhof. Frits... Wiegel dus, zorg voor de val van de regering? Ja. Wiegel die het tweede paarse kabinet had vallen. Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. Want het eerste paarse kabinet zag je eigenlijk al niet zitten. Het tweede ook niet. En hij is nu degene die dat paarse kabinet had vallen. Ondanks alle dreiging van Kok. Of in ieder geval zorgt voor een hele forse crisis. Morgen moet blijken of het echt valt. Want D66 zal dan zijn conclusies moeten trekken. Maar zeker nu Wiegel dat heeft gedaan, kan D66 eigenlijk niet terug. En pikant is overigens, gisteren zei Dijkstal tegen me, Hans Dijkstal, de VVD-leider... als het kabinet hierover struikelt, dan mag de VVD terecht onbetrouwbaarheid worden verweten. Nou, aan al dat soort argumenten heeft Wiegel zich dus niets gelegen laten liggen. Geeft ook een beetje aan hoe hij aankijkt tegen het partijleiderschap van Hans Dijkstal. Blijkbaar hoeft hij zich er niks van aan te trekken, vindt hij dat niks. En heel pikant wat er allemaal vanavond gebeurt. In de eerste plaats, het is buitengewoon teleurstellend dat het referendum het in de Eerste Kamer niet heeft gehaald. De discussie van 80 jaar heeft geen succes mogen hebben. En dat vindt niet alleen D66 ongelooflijk teleurstellend, maar ik denk dat heel veel mensen in het land dat teleurstellend vinden. Wat doet D66 nu? In de tweede plaats is het heel teleurstellend, ook voor binnen de coalitieverhoudingen. Voor mij staat dat een partij moet staan voor zijn idealen en ook staan voor zijn afspraken. Dat geldt voor D66, voor al onze leden. En het is vandaag duidelijk geworden dat in ieder geval één prominent lid in de VVD... in de Eerste Kamer die afspraken niet wenst na te komen. Naar mijn oordeel moet dat consequenties hebben. En verder zult u het kabinetsberaad morgen moeten afwachten. Welke consequenties heeft u erover? Het mogen duidelijk zijn, ik hoef mezelf niet te herhalen... dat het afgelopen dagen is gezegd, dat het ook nu nog door mij wordt gezegd... dat het kabinet dus zo niet voort kan gaan.